vandaag een belangrijke dag voor ons. De commandant van de strijdkrachten, generaal Middendorp, komt op bezoek. We zijn vereerd met zijn bezoek en we zijn ook echt hartstikke blij dat hij in ons mooie college komt kijken hoe dat gaat. Goedendag. Het is echt heel bijzonder, want het is de allerbelangrijkste militaire commandant. En het is ook een hele grote eer als hij op je ROC langskomt. Het was natuurlijk eigenlijk best wel een spannend momentje, want ik heb hem nooit in het echt gezien natuurlijk. En het was echt best wel spannend, vond ik zelf. Ik vind het fijn dat u bij ons bent. U wordt begeleid door Claudio en Helen, die vroegen zo verder. Ik wens u een prachtige dag. Dankjewel. Ja. Wij gaan vandaag commandant der strijdkrachten Tom Middeldorp begeleiden. En dan zullen wij hem de dag meenemen door het veiligheidscollege van het ROC van Amsterdam. We lopen langs alle lokalen om te laten zien wat er eigenlijk gebeurt. Gaan daarna meteen door naar buiten en dan krijgt de generaal een exercitieles waarin hij zelf ingetreden zal staan. En ook laat zien aan de leerlingen dat ook een generaal nog steeds weet wat exercitie is. Groep. Hey. Acht. Hopla. Hey. Het doel is de commandant de strijdkrachten in contact brengen met de studenten. En laten zien dat we gewoon een professionele organisatie zijn. Niet de speeltuin van Defensie, maar een echte opleiding die mensen goed voorbereidt op een functie bij de krijgsmacht. En wat moet je onder waarneming houden? Daar verderin hangt een tas met een verrekijker. En daar achterin, als we kijken, in de tweede boom, langs de lantaarnpaal, hangt rechts van de boom hangt ook een tasje. En daar zit een CBRN-masker in. Okay. Ja, we zijn in de sneltreinvaart langs een aantal lessen geweest. Lesje Engels, lesje waarnemingspost. Ik heb buiten natuurlijk de mensen ook op het water en boven het water aan het werk gezien. Maar de eerste indruk is vooral enorme gedrevenheid. Ik zie een hele grote groep mensen die er echt voor gaan. En dat is mooi om te zien. Generaal, wat vindt u van de manier waarop de huidige VFA-student het leger instroomt? Ik vind dat 100 keer beter dan in het verleden. ROC-samenwerking die bestaat pas heel kort. Het is een hele nieuwe formule. Wat ik het goede vind is dat jullie een paar jaar de gelegenheid hebben om jezelf al helemaal te verdiepen in wat Defensie eigenlijk betekent. Wat Defensie voor jou kan bieden. En dat was in het verleden een stuk minder. Vindt u dat onze VEFA-studenten langs dezelfde maatlat gelegd moeten worden als militaire middelbrengen? Nee, nog niet. Je hebt hier de tijd om te leren. Terwijl als je daar bij een eenheid komt en je gaat operationeel, dan word je wel geacht dat gebiedje waar jij verantwoordelijk voor bent te beheersen. Nou, hier zit je nog helemaal in de schoolse omgeving natuurlijk. En hier zit je in een leeromgeving. Terwijl als je daar ook doorstroomt, je komt bij een eenheid terecht. Ja, dan mag je eigenlijk geen fouten meer maken. Dan moet het gewoon kloppen. Heeft u ook huisdieren toevallig, generaal? Ja, ja. Hond. En zit uw hond ook wel eens in de voorlichtsteun als hij niet meer pas loopt? Altijd. Hij is permanent in de voorlichtsteun. En zo loopt hij ook naast me. Het is een geweldige dag geweest. Niet alleen de generaal vond het een prachtige dag, maar wij ook. En ik ben vooral erg trots op de medewerkers en op de studenten. Die hebben het echt voortreffelijk gedaan. Het leukste vond ik vandaag het begeleiden van de generaal, want dat doe je nooit, dat doe je eigenlijk bijna nooit. Er zijn mannen en vrouwen die zijn al 30 jaar in het dienst en die hebben hem überhaupt nog nooit gezien of gesproken. En dan sta je hier met je 19 jaar als VEFA-leerling, sta je de generaal te begeleiden. Ja, dat is toch wel een eer om het zo te noemen. De VEFA-opleiding is gewoon de allerleukste opleiding die je kan volgen binnen het mbo. En vooral hier bij MBO College Zuidoost, bij het Veiligheidscollege, is die helemaal top.